Als het over een paar jaar zo hard waait als het dit weekend deed, dan rijd ik weer heel wat kilometers goedkoop. Ik zag dat de megawattuurprijs onder de €15 ging. Nou, ik denk, dat gaat de goede kant op. Leven van de wind, rijden op de zon. Dan komen bij mij toch de beelden naar voren als wat het is om te leven als God in Frankrijk. En natuurlijk elektrisch rijden, omdat auto's 96% van de tijd op dit ogenblik stilstaan, zijn ideaal om zeg maar, met zon het te compenseren. Ik ben heel blij met de komst van Elaad naar Arnhem. Arnhem is een elektriciteitsstad en energietransitie is een belangrijke opgave waar we voor staan. En daar past Elaad heel goed bij. Ja, welkom bij ons testlab, vandaag geopend van ElaadNL. Hier zie je de auto's die aan het laden zijn. Je ziet deze auto's ook terug binnen op het interactieve scherm. En daarmee kunnen we simuleren, dingen testen. En we hebben verschillende laadpalen staan van verschillende leveranciers, waar we ook alle testen mee uitvoeren. Nadat we een aantal jaren laadpunten hebben geplaatst, is de focus nu in zijn geheel op smart charging, op slim laden. Omdat het uiteindelijk gaat over hoe krijg je die decentraal opgewekte energie uit wind en uit zon daadwerkelijk in die elektrische auto. Wat daartussenin zit, dat regelen wij hier bij Elaad namens de netbeheerders. Daarvoor hebben wij hier een proefopstelling. Dat is de reden waarom we smart charging doen. Wij zien een hele mooie match tussen de lokale zonne-energie en de auto's die in de wijk of op het bedrijventerrein geparkeerd staan. Omdat die vermogens echt heel goed op elkaar aansluiten. En omdat beide transities versneld worden als je die koppeling maakt. Hele mooie plek, een inspirerende plek om te werken voor de medewerkers, maar ook een uitnodigende plek om andere partijen naar je toe te krijgen. En dat is natuurlijk wat een kenniscentrum nodig heeft, samenwerking. Ik vind het een enorme verandering hoe we werkten. We hebben hier de ruimte, we zitten heel mooi bij elkaar. En ik merk dat er veel meer onderling contact is tussen de collega's. Het bevalt dus ontzettend goed. Ik denk dat de prijzen van elektrische auto's zo goedkoop gaan worden dat over 10 jaar 50% van alle nieuwe auto's dat die elektrisch zijn. Over 20 jaar is dan 50% van alle auto's elektrisch en over 25 jaar zijn brandstofauto's met benzine zijn ongeveer net zo zeldzaam als grammofoonplaten. Dus zo lang gaat het duren voordat de overgang er is, maar die gaat wel gebeuren.